is zo druk. Oh my god. Ongelooflijk. Ik weet niet eens waar ik wel of niet ben geweest, man. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, dames en heren. Fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe Floymark video. Mijn naam is Milan Knol en vandaag ben ik in Amsterdam op de NDSM-werf. En ik ben daar 1 keer eerder geweest voor een videoclip. Het is de 2e keer ooit. Het ziet er wel heel erg kunstzinnig uit allemaal. Maar goed, we gaan eens kijken. Ik had echt geluk, want ik ging hier naar een of andere parkeerplaats. En die guy zei, we hebben nog 1 plek, dus rij maar door. En toen kwam er een pion en de rest kon niet meer in. Dus, en dat is gratis. Dus ik ben helemaal flabbergasted, want ik was laatst nog in Rijswijk. En daar betaalde je 5 euro voor parkeren. En dan nog 4 euro of 5 euro entree. Ik ben in Amsterdam en het is gratis. Hallo, droom ik? Goed. We gaan de vlooienmarkt hierop en dit schijnt dus de grootste vlooienmarkt in Europa te zijn. Als zij het zeggen, zal het wel zo zijn. Het stond letterlijk op de website, de grootste vlooienmarkt van Europa. Dus ik ga maar naar binnen en we gaan genieten en kijken wat we allemaal tegenkomen. Goed, mijn auto staat dus daar geparkeerd. Volgens mij is het hierachter. Ik zie daar heel veel mensen. Het zit nu helemaal vol, die pion staat er dus weer. Ja, hier moet het wel zijn. Oké, vies aanval. Nog 1 en 2. Ik kan ook wel even een kaartje voor jou vertellen. Top. Hey, hallo Amsterdam Noord. Grappig. Dus ik denk dat je dit minuutje binnenkomt dan nu. Ja. Grappig geautomatiseerd systeem. Gaan we hoor. Oké. Tuurlijk. Dankjewel. Nee, er stond er voor. Lekker. Als goed. Kan je hierin doen? Yes. Top, dankjewel, dankjewel man. Excuse me. Oké, okay, buiten. Dus even een soort overview krijgen, maar dat is toch niet alles, dit stukje? Even kijken, nee, ik denk dat daar binnen ook nog is. Ja, ja, ik zie daar mensen naar binnen en naar buiten lopen. Man, oh man. Ik had niet verwacht dat een gedeelte nog buiten was, joh. Nou, zullen we eens even buiten checken? Zo, oké. Okay. Nou, is dat goed vol daarbinnen. Nee, mag ik de foto met je maken? Natuurlijk mag dat. Ja, voor mijn dochter hoor. Ja, tuurlijk. Zeggen ze allemaal. Ja, ja, dat is toch wel goed. Ja, maar ze kijkt al vanaf het begin juli, dus... Hartstikke leuk toch? Toppie, alsjeblieft. Alsjeblieft. Sta binnen als je nog wat moet hebben. Ja, sowieso 100%. Waar binnen? Meteen links. C en dan 99 en nummer 100. Oké, okay, ik ga het proberen te onthouden. Is goed. Leuk. Tot zo, hoi. Lachen man. Ga toch nog even kijken. Ik weet niet zo goed hoe ik moet lopen, waar ik moet beginnen. Ik heb het gevoel dat ik buiten voornamelijk kleren... Oh, toch niet. Ik wou zeggen kleren, maar... Thank you.
Ja, ik sta het liefst buiten, maar als het zo slecht weer is. Nee, dat snap ik. Ja, nu is het wel lekker zo. Ja. Oké, dan neem ik die tas. Oké. Dit zijn twee leeuwtjes. Ja. Ook voor nieuwjaar. Ja, mooi. Nou, ik weet niet. Ik kom buiten niet echt. Echt veel spullen tegen. Het is voornamelijk kleren. Ik merk wel dat dit een van de vlooienmarkten is waar heel veel jonge mensen ook zijn. Elke vlooienmarkt die ik bezoek, gemiddelde leeftijd 40 plus. Zo, even een beetje rust. Ja, maar dat valt me oprecht op. Dat er heel veel dus jonge mensen zijn hier. Maar echt heel veel. Elke vlooienmarkt waar ik tot nu toe ben geweest, dat zijn er 5 geweest denk ik of zo, door eigenlijk door heel Nederland. Allemaal oudere mensen. Een paar moeders of vader, weet je wel, met kinderen of whatever. Maar alsnog 30, 40 plus. En hier lopen gewoon echt jongeren van in de 20. Ik ben benieuwd hoe het binnen eraan toe gaat. Ja, dit ken ik wel. Hier ben ik toen geweest voor die videoclipopnames wat ik toen zei. Herken het aan die spinnen die daar aan de muur zitten. Verderop kun je waarschijnlijk niet eens zien, maar toen stond ik hier met een auto. Die was toen helemaal leeg. Goed. Ja, bro. Nou, ik ga gewoon beginnen. Ik zie het wel.
Dit is wel mijn opa en oma, daar hebben ze nog steeds. Met een kleine bakje, met een maatje groot. En dan zat in een groot bakje met een nootje. Dan kun je met de schep in je eigen kleine bakje nootje vaak. Vaak, ja, dat je weer echt gewoon nog vaak hebt. Maar dit is eigenlijk samen, ook samen. God, is daar nog meer? Oh nee toch. Je moet namelijk naar buiten lopen. Ja, zo kan die beter halen. Ik ben benieuwd, ik ga even hierheen lopen. Oh, is maar een klein beetje. Een doodlopend stukje. Volgens mij. Ja. Hey. Duur of goedkoop? Heeft hier allemaal lenzen of zo? Jeetje. Jeetje man, dit is wel echt inderdaad een hele grote, ik snap wat ze bedoelen met de grootste van Europa, maar ik kom nergens echt zeg maar langs, snap wat ik bedoel. Het is zo druk, oh my god, hier ook nog. Oh, hier ook nog wat helemaal achterin. Yo, wat gebeurt hier? Ik heb serieus nog nooit zo'n grote vlooienmarkt gezien. Mogen we even doen een foto? Ja, tuurlijk. Nou, we zijn echt een groot fan. Oké, cool. Hey, hey. Dankjewel. Alsjeblieft hoor. Ja. Helemaal tot dan achter. Oh my god. Oké, waar begin ik? Oké, ik moet eigenlijk gewoon even een beetje ergens rustig iets opzoeken, maar dat gaat gewoon niet. Het is overal druk. Ik kijk wel hoog uit hier, want ik ben helemaal in de war. Wat gebeurt hier? Zoveel kleren. Dit is wel vet trouwens hoor. Echt gruwelijk. Maar ja, mag ik vast van niet dragen. Hè? Ik sowieso weer geroost door mijn beste vrienden, maar dat. Ik vind het keihard. Nou weet je, ik ga gewoon naar hiernaast. Daar is het iets rustiger lijkt het. Een beetje rustig langs die kramen lopen.
Ja, dit ben ik gewend. Om gewoon op deze manier zo te lopen. Nu wat verklappen, maar voor mij persoonlijk is het allemaal wat te druk. Ik ben hier niet echt fan van. Nou, het is sowieso wel ziek om dit gewoon een keer te zien zo. Wow. Wel elke categorie hier liggen in ieder geval. Vliegtuigen, auto's, boeken, LP's, elke categorie die je maar kan verzinnen, die is hier wel. Maar hier potten, pannen. Fucking nerd. Wel heel cool. Anne!
zeker, het is heel goed. Kost die, meneer? Kost? 10 euro. Ik ga een zeepbal op. Ja? Ja, ik ben bijna overal langs gelopen, alleen hier in het midden niet, maar het ziet eruit als heel veel kleren. En die man op het begin ben ik trouwens ook kwijt, want er was een man op het begin die op de foto wou. En toen zei van kom naar mijn stand, maar ik zie geen nummer staan of wat. Hij zegt van ja, nummer 99. Nou, ik zie nergens nummers. Dus, sorry man, kan je niet vinden. Hi. Echt, wat is dit? Waar ben ik beland? Ongelooflijk. Ik weet niet eens waar ik wel of niet ben geweest, man. D'accord.
Ongelooflijk. Nou, ik ga dan weer vandoor. Want ik ben er gewoon niet voor gemaakt. En het klinkt heel raar. Maar ik ben niet gemaakt voor die drukte. Holy binnen? Buiten ook al. Buiten is het nu volgens mij wat rustiger. Lijkt het me zo. Lijkt me zo, maar daarachter zitten allemaal nog mensen. Het is echt insane. Het is echt niet normaal. Normaal doe ik altijd zo'n rustige wandel langs de kraampjes, zodat ik echt alles kan zien en alles relaxed kan checken. En nu om de havenklap, mensen gaan voor je langs, achter je langs. Ze staan er al. Elk kraampje staat er 1, 2, 3, 4 mensen. Sommige kraampjes waren dan leeg, dan kon ik even chill checken. Maar dan binnen 5 seconden staat er weer 2, 3 naast je, kun je niet meer doorlopen. Mannen. Het is niet wat ik gewend ben. Maar goed, hey, wel leuk. Wel een coole ervaring. Kort maar krachtig waarschijnlijk. Maar goed, het is even wat het is. En we houden het gewoon lekker zo. Want het is gewoon te druk, gast. En echt 80% kleren. 87-80% kleren. Echt niet normaal. Cool. Thanks voor het checken in ieder geval. Ik zie jullie bij de volgende Vlooienmarkt alweer. Ik ga weer richting huis. Gratis parkeren is wel trouwens nog steeds een pluspunt. Ik ben nog steeds heel blij mee. Is goed. Later.